En goedemorgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Je zou kunnen denken, waarom zijn al die kinderen thuis? Waarom is er ook nog één? Liam die is nog thuis omdat hij zich op momenten nog niet super voelt. Geen verhoging, maar wel af en toe nog natte scheetjes. Dus hij heeft nog steeds een beetje diarree. Jordi is nu aan de diarree. En je zou verwachten dat het eruit stroomt. Nou, dat doet het ook. Want als je net een luier hebt verschoond, dan komt het er weer aan. Maar het stroomt er niet uit zoals je zou willen. Maar hij is nu ziek onder, tot nu toe. Dus dat is prima. Maar ja, dat betekent wel dat hij de kont van een baviaan heeft. En ja, dan kan hij niet naar school toe. Want met zijn poeperij kan hij dus anderen aansteken. En dat is gewoon niet verstandig. Het schuimt ook een beetje, dus zegt genoeg. Er zit gewoon een virusje. En dat is prima. Dus alle kinderen zijn thuis. Ja, iedereen is thuis. En behalve papa, papa is werken. Vandaag komt ook de welzorg. De welzorg die gaat de schoen van Jordi in de auto maken. Want er is iets afgebroken en dat moet ze vervangen. Dus dat is dan ook weer helemaal prima. Dus dat is geregeld. En die komen vandaag ook. Dus ja, hè. Het is zoals het is. Maar goed, dat betekent dat ze dus allemaal thuis zijn. En mama die zit er gewoon bij. En die kijkt ernaar. Hé, hey, die zocht mama gisteren. Wat mama hebben? Gaan mama dat poppetje maken. Sam, even moven. Jawel, jawel, jawel. Mama moet er even bij. Liam die heeft Playmobil poppetjes. En die kwam gisteren met een poppetje aan. No hair. Dus. Ja, gelukt. Tada. Hier, kijk eens. Hij is weer gemaakt. Dus ja. Kinderen lopen hier ook gewoon nog rond in een boxershort. Want dat is voor de kinderen gewoon fijner. Oké, Jordi is echt aan de scheiterietes. Ik heb al 5 luiers gedaan en het is 10:30. Dus dat zegt genoeg. Ik ga jullie heel even snel meenemen in het feit wat ik doe. Want Jordi die moet weer verschoond worden. Dus hè, dat. Ik heb hier washandjes van de kruidvat. Dan denk je, die zijn toch droog? Ja, dat klopt. Die ga ik even nat maken. En in de volgende slide ga ik er verder uitleg over geven. Oké, ik heb ze nat gemaakt. Ik heb hier luierdoekjes. Meestal leg ik ze daar bovenop, want hè, die heb ik nodig. Ik heb hier een onderlegger. Die, omdat hij de ziekte van neersprong heeft, heb ik die ook altijd nodig met spoelen. Dus dan gebruik ik op die momenten deze ook, want die zijn echt niet overbodig. Ik heb alweer een handdoek weg mogen gooien, omdat hij die dus onder kijkt. Op dit moment, als ik Jordi zijn kont aanraak, als hij al, zeg maar, omdat hij die botox heeft gehad, komt er alweer ontlasting uit. Dus ik leg altijd meerdere luiers klaar. Zijn niet overbodig, kan ik je vertellen. Want vaak is het zo, dan denk ik, oeh, ik ben net klaar. Tuurlijk. Dan, ik heb zo'n roller om dit helemaal goed uit te knijpen. Deze is leeg. Ik rijd niks meer uit. Ik gebruik altijd deze crème. Deze crème haalt mijn moeder altijd voor mij in Duitsland. Of ja, voor mij, voor Jordi. Want dit is de crème die gewoon voor Jordi werkt. Het is eigenlijk, kun je het vergelijken met barrière crème, mocht je dat kennen. Daar betaal je klauwen geld voor. Maar deze gaan er dus heel hard doorheen op het moment dat Jordi een rode kont heeft of wat dan ook. Dus ja, dit is gewoon wat voor Jordi werkt. En ik had aan mijn moeder gevraagd, toen ik er van de week heen ging, wil je even een paar tubes meegeven? Want ze heeft die altijd voorraad. Omdat ze weet dat als ze naar Duitsland gaat, dat ze die dan even een paar moet halen. Zodat als ik die nodig heb, dat ik hem maar hoef te vragen. Mijn moeder koopt deze dus voor ons, want deze
zijn live voor Jordi in verband met zijn zusprong. Maar goed, dan ga ik Jordi dus hier neerleggen en dan ga ik even vechten. En dan na het vechten laat ik even zien wat de bite is. Ik heb nog geluk gehad, want het is bij één luier gebleven. Want hij had net op dat moment dat ik hem ging verschonen, poepte die nog. Dus daar heb ik mooi even in zijn luier laten doen. Mijn handen heb ik al even gewassen. Die ga ik zo nog een keer wassen. Deze is ook schoon gebleven, gelukkig. Maar wat ik dan heb is... Volgens mij komt die bij de Lidl vandaan. In ieder geval, ik heb ze op verschillende plekken. Dan heb ik hier 99% hygiëne spray shit. Daar spuit ik hier de boel mee in. En dan ga ik even met de keukenrol eroverheen. Want het heeft nu geen nut om er een handdoek neer te leggen of wat dan ook. Want hij schijt de boel toch onder. En dan gooi ik alles weg en ga ik nog een keer mijn handen wassen. En wat ik dan doe met de overige luiers als ik mijn handen heb gewassen, die leg ik gewoon hier neer. Want op het moment dat ik hem weer moet gaan doen, heeft hij het weer nodig. En ik leg meestal leg ik dan hier het ding dicht neer, zeg maar. Zodat als het nodig is, dan kan ik hem weer open doen. En dan is het ook geregeld. Dus dat zo doe ik het meestal met Jordi als hij aan de diuretus is. Dus ja, hè, moet ook gebeuren. Is ook belangrijk. En ja, dan zou je kunnen zeggen, Mandy, waarom gebruik je dan geen handschoenen of wat dan ook? Nou, daar ga ik je even heel simpel uitleg over geven. Jordi, die gaat helemaal wild op aanrakingen met handschoenen. Dat vindt hij gewoon echt niet fijn, niet prettig. Dus dan heb ik liever een desinfectie waar ik mijn handen mee afdoe. Als dat ik handschoenen heb, want in principe raak ik de ontlasting niet aan. Ik raak zijn kont aan, maar dan is hij al wel schoon. En ja, daar zitten bacteriën. Maar dan was ik liever 10 keer mijn handen, dan dat ik een kind heb die over de zijk gaat, omdat hij handschoenen voelt. Dus daar heeft hij een bepaalde... Ja, ik denk dat het zelf met trauma te maken heeft, maar... Ja, hij komt daar gewoon niet van af. Op het moment dat ik hem met zwaap in moet smeren, pak ik wel handschoenen. Maar dan is Niels er eigenlijk altijd wel bij, want dat is dan voordat hij gaat slapen. Dus dan houdt Niels hem in bedwang, zodat ik gauw dat kan doen. En dan is het een kwestie van seconden, want dan moet je snel zijn. Dus ja, dat. Maar goed, hij is weer goed. Hij voelt zijn eigen ook niet ziek. En dan merk je ook aan hem, hij voelt zijn eigen niet ziek. Maar hij is gewoon aan de diarree. Nou, dat kan. Dat is prima. Oh, en de welzorg is ook al geweest. Die man stond hier aan de deur. En toen zei ik tegen die man... ja, ik laat je normaal altijd binnen, maar ik heb een kind met diarree. Ik zeg, ik weet dat je met meerdere mensen moet werken vandaag. Ik wil niet dat... Hè? Ik zeg, je moet bij de auto blijven. Of je moet bij de auto zijn. Ik zeg dus, vandaar dat ik de afspraak niet heb afgezegd. En dat snapte hij volledig en hij gaf mij daar ook helemaal gelijk in. Dus ja, hij zei ook alleen maar dankjewel dat je daaraan denkt. Dus ja, vandaag. Nou ga ik even drinken maken voor de hele Bambix-bende. Ze hebben al fruit op. Dus ja, deze dag loopt gewoon zoals die loopt. Ik ga mijn eigen dag verder ook niet druk om maken. Want het heeft geen nut om mijn eigen druk te maken daarover vandaag. We zijn ondertussen weer even verder. Ik had allemaal Playmobil staan, want dat heb ik ooit gekregen van iemand. En ik heb alle poppetjes en alle dingetjes waar Liam mee kan spelen, heb ik eruit gehaald. En die heb ik hier allemaal in de bak gedaan. Dus Liam is lekker nu aan het spelen. Dus dat is goed. Sam die heeft net ook even gespeeld, maar die mag niet aan de Playmobil komen, want dat is nog limit. Dus ik ben even aan het bedenken wat ik voor Sammy kan doen. Ik heb wel een idee, maar daar moet ik even over nadenken. Ondanks dat de kinderen zich niet helemaal lekker voelen, of in ieder geval Jordi en Liam, heb ik toch een monkey platter een beetje voor Liam gemaakt. Hier met een kaasje, een tostietje, een worstje, een kommetje, een zuur uitje en een heksenkaasje die ik nog had. En ja, voor Sam ook.
Jordi gaat er op die manier gewoon weg niet eten. Dus die krijgt gewoon alleen tosti. Hij mag het van mij wel, maar hij wil het gewoon niet. Dus vandaar dat ik het ook niet doe voor hem. Op het moment dat hij dat wel wil, krijgt hij dat van mij gewoon. En is geen enkel probleem. Maar ja, ik ben van mening. Dan eten ze toch waar ze zin in hebben. En eten ze toch een beetje gevarieerd. Dus vandaar dat ik het zo heb gedaan. Dus hun zijn nu lekker aan het eten. Ik ben de tosti van Jordi aan het maken. En ja, als dat klaar is, dan ga ik Jordi eten hier. De kindjes liggen op bed. Sam slaapt al. Sam wou niet slapen. Ik heb hem op bed gehad. Van het bed weer af. Weer op bed. Het kind wou niet slapen. Nou ja, prima. Dan blijf je wakker. Ook goed. Ik heb mijn boodschappen gedaan. Liam, die is niet ziek. Maar hij scheidt wel water. Dus dat is nog steeds niet goed. Jordi, hetzelfde verhaal. Jordi is ook niet ziek. Hij scheidt alleen water. Ja, nou ja, dat is een virus. Kun je niks aan doen. Want ik heb 2 kinderen die dat hebben. Dus ja, nou ja, ja dan moet je uitzitten. Gelukkig zijn ze niet ziek. Dus daar ben ik blij mee. Niels heeft net eventjes het vuil weggebracht. En die gaat voor mij dadelijk heel eventjes melk halen. Voor de kinderen van morgen. En ik ga nog even opruimen en doen. En dan is het avond. En ja, hè? Het is zoals het is. En dat doet Liam ook heel veel hoesten. En hij doet hetzelfde als zijn moeder. Als hij hoest, als ik nies of hoest, dan zeg ik ook, oei. Dat gaat hij ook doen. Dus ja, hè. Maar goed. Even opruimen en dingetjes doen. En een hele goede morgen. Iedereen is nog thuis. Want de poeperij is nog steeds niet goed. Ze zijn niet ziek. Maar ja, het gaat gewoon niet super, zeg maar. Het is niet zo dat ze overdreven ziek zijn. Want ze zijn hartstikke vrolijk. En ze zijn lekker aan het spelen en alles. Alleen, ja, hun poeperij. Nee. Dat is net een waterpistool of zo, denk ik. Ik weet niet hoe ik moet uit schrijven, tekenen, hoe je het ook wil zeggen. Dus ja, daar kunnen ze gewoon niet mee naar school. Het is hartstikke zuur. En, maar goed, hè, dat is nou eenmaal zo. School weet er ook van. Dus dat is helemaal prima. Ze zijn nu allemaal lekker fruit aan het eten. En Jordi ook. Jordi heeft de combinatie appel, mango en aardbei. En de 2 andere heren hebben druifjes, aardbei en mango. Dus ja, dat. Ik ga even verder met fruit geven. Ik heb mijn bedden al allemaal afgehaald. Die van Jordi en Liam heb ik ook opgemaakt. En die van mij zit nu in de wasmachine en gaat zo de droger in. Dus ik heb alweer het een en ander gedaan. Op dit moment, ik zie gewoon waar het schip strandt. Ik heb voor vanmiddag picknick besteld. Omdat ik niet weet hoe lang en alles gaat duren. En ik met Jordi's poeperij momenteel, als ik al in de winkel sta, dan mag ik blij zijn dat ik het überhaupt red. Want dan heeft hij zijn luier al vol. Zo erg is het nu op dit moment. En dat is niet erg, maar daar moet ik even op aanpassen. Dus dat heb ik gedaan. Dus ja, hè. Maar voor de rest, we zien het wel. Ik vind het allemaal wel prima. Ik ben ondertussen een podcastje aan het luisteren. Terwijl ik bezig ben. En ja, hun zijn lekker hun filmpje aan het kijken. En lekker in hun eigen wereldje. Vind jij dat mama's tenen kapot zijn of zo? Hallo? Ga je mama's tenen maken? Oh ja, tuurlijk. Je gaat erin afzagen. Nee, maar deze ook. Ja? Oké. Wat ga je nog meer doen dan? Oh, nou komt de boor. Ja, ik snap wel dat je mama's lichaam wil repareren, maar
En dan ook nog tussen de tenen. Daar kiet ons! Daar kiet ons! Nee! Ik denk dat ik nog even zo moet zitten. Oh, nou moet mijn voet weer over elkaar. Nou, ik ga nog heel even kietel en pijn lijden. Sammy ligt even op bed. Jordi en Liam zitten hier. En ik heb luiers binnengekregen van Jordi. Dus zal ik jullie meenemen om ze weer even uit te pakken. Nou, dit was het weer. Het zijn 10 pakken luiers. De ene keer doen we er 1,5 maand mee. De andere keer doen we er 1 maand mee. Het ligt er echt maar net aan hoe dat Jordi qua ontlasting en buikpijn en alles zit. We hebben ook onderleggers. Die hadden ze op school nodig voor Jordi. En ja, ik had nog een pak, maar ik heb altijd een reservepak. Dus ja, die heb ik nu ook extra moeten bestellen. Dus ja, dat. Wij krijgen de luiers en de onderleggers vergoed, gelukkig. Omdat Jordi natuurlijk de hiersprong heeft. En ja, de komende jaren zal hij nog niet zindelijk worden. Dus vandaar. Ik ga even de doos opruimen, want ik denk dat iemand al 1 doos gestolen nou heeft. Maar dan heb ik de rest in ieder geval buiten staan. Dus, ik heb een doos laten staan. Nou weet ik, een vriendin van mij heeft van die schroefdingetjes en alles voor in karton. Dus ik ben van plan om die ook te bestellen. Want dan kunnen ze uiteindelijk schroeven en van alles doen enzovoorts met die dozen. Ik heb toch sowieso waarschijnlijk ja, 1 keer in de maand, 1 keer in de 1,5 maand zoveel dozen. Dus ja, dan beter goed gebruiken als niet natuurlijk. Zo. Niels even naar een vriend toe. Het is inmiddels al avond. Kinderen liggen op bed. Jordi slaapt. Liam slaapt. Sam slaapt denk ik nu inmiddels ook. Ik heb net nog even een uurtje met hem op bed gelegen. Omdat hij even mama tijd nodig had. Of papa tijd. Maar papa was er niet. Dus is mama tijd. En we hebben even lekker gekroeld en lekker geknuffeld. En dat is altijd zo kostbaar als Sam dat wil doen. Want dat betekent dat hij het gewoon echt nodig heeft. En dat heb ik hem ook gewoon gegeven.
Liam die heeft vanmiddag nog 3 keer of zo overgegeven. En dat komt omdat hij momenteel ook flink aan het hoesten is. En hij geeft gewoon nou eenmaal makkelijker over met hoesten. Dus het zij zo. Dus dat heb ik ook weer opgeruimd. Was ik net klaar met opruimen, kwam hij weer. Het is zoals het is. Jordi die heeft de hele dag al vrij erg buikpijn. En hij zit gewoon vol met lucht. En die lucht komt van het virus af wat hij heeft in zijn darmen. En zoals jullie weten, Jordi heeft de ziekte van Hirschsprung. En dat vergt gewoon nou eenmaal een bepaalde aanpassing / werkwijze. Zo weten we bijvoorbeeld dat we als hij toch aan de scheiterij is, dat hij gewoon zijn macrogol binnen moet blijven krijgen, 1 zakje per dag. Stoppen we daarmee, dan stopt hij ook gewoon met poepen en is zijn ontlasting gewoon niet goed genoeg. Geven we hem meer, dan kan hij zijn ontlasting zeg maar in die zin niet meer kwijt, omdat het gewoon te snel gaat. Dus je moet bij hem moet je precies op tijd weer starten met het 2e zakje. Je moet precies op tijd weten wanneer hij dat nodig heeft. En vandaag was die dag. Zijn kont is helemaal kapot. De vellen hangen eraan. Bloed, alles erop en eraan. En zoals ik al eerder zei, hij is er niet ziek onder. Dat is het hele ding. Jordi is er niet ziek onder. Maar hij heeft een trauma aan zijn achterste. Dus dat betekent ook dat als wij iets bij zijn achterste moeten doen, ja, dan komt dat trauma omhoog en gaat hij tekeer. En dat begrijp ik en dat snap ik. Betekent ook dat hij dan op dat moment gewoon ontzettend sterk is. En dus ik Niels nodig heb om gewoon een fatsoenlijke, schone kont af te leveren. Maar hij was straks was hij zo over de zeik van zijn kont en zijn trauma, dat de poep maar bleef komen, omdat hij dus ja, dat opwekt op dat moment. En dat is niet erg, maar dat betekent wel dat je denkt dat je klaar bent met schoonmaken en dat er weer een nieuwe komt. En zo zijn wij 3 kwartier bezig geweest om hem een schone luier aan te geven. Dus ja, dat heeft allemaal te maken met trauma die hij heeft. En dat is niet erg, maar hij zit gewoon door zijn virus helemaal vol met lucht en wat er allemaal bij komt kijken. En ja, nu merk je gewoon weer dat Jordi echt dat trauma heeft en dat hij daar gewoon echt heel veel last van heeft. Maar gelukkig, Niels heeft eventjes geroepen. En ervoor gezorgd dat ik eventjes gauw alles perfect schoon kon krijgen. En je zou ook denken, dan zet je hem in de douche. Dat kan. Maar hij is net van zijn trauma af in de douche. En de reden dat hij een trauma had in de douche, dat was omdat hij het associeerde met poepen. En wij hebben hem nu, als we hem in de douche zetten, hebben we een leuke Jordi om te douchen. Ik kan hem niet 4-5 keer per dag in de douche gaan zetten, omdat hij het dan weer gaat associëren met. En we hebben dit allemaal met een psycholoog besproken van het Radboud, et cetera. Hoe we dit aan moeten pakken. En dat wat wij doen is eigenlijk gewoon de beste optie. Ja, het is lastig. Maar je hebt af en toe geen keuze als ouder zijn om bepaalde dingen te doen. En het is ook niet natuurlijk wat we moeten doen. Dus ja, we hebben het weer overleefd. Jordi heeft het overleefd. En hij ligt nou lekker te slapen. En dit zijn gewoon de nadelen van de ziekte van Hirschsprung. En van het feit dat hij Down-syndroom heeft. En dat hij niet snapt wat hij het beste eigenlijk kan doen. Dus ja, af en toe lastig. Maar hè, de kinderen liggen in ieder geval lekker op bed. En ik ga zo even hier opruimen en dingetjes doen, et cetera. Maar ik ga nu eerst heel even een ijsje pakken. En even dat. Een hele goede morgen. Ik ben net terug van Sam wegbrengen naar schooltje. Jordi's kont is echt helemaal kapot.
heeft hij er echt veel last van. Ja, als ik hem verschoon, want het bloedt gewoon. Dus ik ben het allemaal aan het verzorgen en aan het doen. Maar dat is bij Jordi nog niet altijd even makkelijk. Maar hij is wel vrolijk, dus daar gaat het om. Maar ik kan hem niet naar school sturen met een kapotte kont. En met problemen qua ontlasting, want het virus zit er nog steeds wel in, want dat zie je aan zo'n ontlasting. Dus, hij heeft zijn eigen al helemaal uitgekleed. Hij kwam thuis en hij dacht bij zijn eigen broek uit, shirt uit, schoenen uit, alles uit. En, dat. Dus die heeft zijn eigen al helemaal uitgekleed. Dat heeft Liam gewoon het liefste. Liam loopt het liefst gewoon in zijn boxshort rond. Ja, ik kan er heel veel van zeggen, maar hey, geef hem ongelijk. Dus ja, die loopt alweer zo rond. En om 11:30 moet ik Sam alweer ophalen. Normaal had ik even naar de winkel gegaan, maar omdat ik de kinderen niet in de wolderwagen kon doen in verband met de wind, even bij de bakker ga ik even croissantjes gehaald. Zodat ik in ieder geval iets heb dadelijk voor thuis. Ik had boodschappen en alles besteld. Maar ik had er niet bij nagedacht van, oh ja, hè. En om nou 3 dagen achter elkaar tosti te gaan eten, vind ik ook weer zoiets. Dus ze hebben wel iets extra's verdiend. Dus ja, dat. Ja, voor de rest rustig aan doen vandaag. Een hele goede morgen. Gisteravond ben ik op de bank beland. En dan heb ik niks meer gedaan. Ik kon niet meer, ik was kapot, ik was moe. Daarna ben ik in mijn bed beland en ben ik in slaap gevallen. En ja, is ook niet heel gek, kan ik je vertellen, als je een kind hebt waar je mee moet knokken om ze luier te doen. Op een gegeven moment ben je gewoon kapot. Maar goed, ik ben heel eventjes mijn ijsmachine aan het schoonmaken met azijn. En daarna kan hij weer aan. En ja, dat. Een beetje opruimen hier. Straks komt even een vriendin van mij als het goed is op bezoek. En dan ja, gaan we weer zien hoe het allemaal loopt. We hebben Liam opgehaald. En Liam die was om 10:45 al klaar met schooltje. Normaal om 12:00. Nu om 10:45, want ze hadden een afsluiting, een thema-afsluiting. En die thema-afsluiting zorgt er altijd voor dat hij overprikkeld wordt. En hij luistert ook niet, dus dat is extra werk voor de juf. En uiteindelijk ook extra werk voor mij. En om dat allemaal een beetje rustig te laten verlopen, hebben de juffen en ik ervoor gekozen om zulke dingen dus... om ervoor te zorgen dat we Liam eerder ophalen. Dus dat. Ze zijn nu lekker aan het eten. Jordi heeft net al gegeten, die zat sneller dan de rest. Die zat zeer klaar. Ik ga nu een flesje afspoelen, flesje melk geven. En kijken wie ik in bed stop en wie niet. Want Liam is wel moe. Maar of hij in bed wil. Omdat hij dus vandaag weer voor de eerste keer naar school is geweest. Wil hij 9 van de 10 keer gewoon dichtbij mij zijn. En als ik hem dan in bed leg, breekt hij de boel af. Dus je zou zeggen, qua prikkelarm zou dat beter zijn voor hem. Ik snap dat. Maar voor Liam zelf is dat niet beter. Een voorbeeldje is, hij is gistermiddag in slaap gevallen toen ik boven even bezig was. Toen heb ik hem laten liggen. Hij is wakker geworden, weliswaar ook in zijn eigen bed. Hij is wakker geworden, hij had gewoon de mogelijkheid om naar beneden te komen en de hele gebeuren. Hij is helemaal doorgedraaid, helemaal in paniek geraakt. Ik heb uiteindelijk Niels moeten bellen, zodat hij even iets anders aan zijn hoofd had dan het paniek wat hij had. Dat is eigenlijk de reden waarom hij gewoon niet zomaar in zijn kamer wordt gezet, zeg maar, overdag. Hij is heel graag op zijn kamer 's avonds en hij is heel graag in bed. En dat willen we ook zo houden. En het is ook gewoon met meerdere partijen zo besproken van wat kunnen we hier het beste aan doen. En hun zeggen eigenlijk gewoon hetzelfde. Om dus niet de negatieve ervaring op zijn slaapkamer te gaan leggen. Dus dan doen we dat ook niet. Ik zet hem ook echt alleen maar daar neer als ik zelf de kalmte moet bewaren en dat niet meer kan. Dus dan zet ik hem daar neer. Maar ik haal hem er ook weer uit op het moment dat ik weer rustig ben. Dus
ja, dat is het eigenlijk. Het is gewoon eigenlijk... Gewoon goed nadenken bij Liam. Wat je doet, op welk moment, wanneer, wat en waar. Dus dat. Ik ga heel even melk maken voor de kinderen, zodat ze lekker even melkje kunnen drinken. Ik denk dat Sammy wel naar bed gaat. Jordi niet, want Jordi heeft vannacht echt geslapen. En de hondje op zijn kont misschien er daardoor ook uit. Dus dat gaat goed nu. Dat is prima. Maar hij heeft wel nog steeds pijn aan zijn kont. Ja. Hij zit ook de hele tijd zo. Zodat hij niet volledig op zijn kont hoeft te hangen. Of hij zit met één op één bil. Of hij staat. Je merkt echt wel aan hem dat er iets niet helemaal lekker zit. En ik heb ook gewoon met zijn school besproken dat hij sowieso tot maandag thuis blijft. Want de verzorging die ik nu moet doen, die gun ik hun niet. En dat snappen ze ook heel erg goed. Inmiddels is Sammy alweer wakker. Jordi is even drinken, Sam ook. Liam die heeft net heel veel gedronken. Maar zit zoals het loopt. Ik heb iets anders aan moeten doen, want die zat onder de schijt. Jordi die had een beetje veel gescheten. En toen met zijn hak in de kak. En toen lekker tegen mama's shirt aan. Ja, yeah. En toen was ik ondergescheten, of hoe je het ook noemt. Dus ja, dat. Ik ben ondertussen van alles aan het doen. Ik heb de vaatwasser schoongemaakt. Er zit nu een goedje in om hem schoon te maken. Ik ben bezig met de kraan open aan het dweilen en ondertussen aan het opruimen. You know how it goes. Hè? Met deze Bambix-bende kun je wel opruimen. Maar je wil gewoon met de kraan open aan het dweilen. Dus ja, hè? Het is zoals het is. En verder, ja, ik ben gewoon van alles aan het doen en eigenlijk heel nutteloos. Ja. Yeah. Maar ik ben wel ijsklontjes aan het maken. Ja, want die waren op. Dus, ja. Het is momenteel het enige standvaste wat ik nu heb. Ja, ik weet zeker dat er ijsblokjes uitkomen. Bij Jordi ben ik er niet zo zeker van of er een normale... ontlasting uitkomt. Ja. Hij heeft geen diarree meer. Zijn ontlasting is inmiddels wel weer oké. Maar zijn kont is zo kapot als maar zijn kan. Dus ja. Als je die aan het verschonen bent, dan krijg je van allerlei geluidjes naar je toe. Waaronder scheetjes, schreeuwende Jordi, etc. Dus ik weet niet wat, dat is niet standvastig wat daaruit komt. De ene keer schreeuwt hij me verrot, zeg maar. En het andere moment, ja, vindt hij me heel lief. Ik moet iets liefs delen met jullie. Liam had koekjes gekregen. En hij is Jordi de koekjes aan het voeren. Want hij vindt dat Jordi ook koekjes mag hebben. Zo, lief. Dat is super lief van jou, Liam, dat je je grote broer doet helpen. Ik heb er niet om gevraagd of niks, zei ik. Ik vind het zo schattig. Hij doet het echt uit zichzelf. Oh, dat is lief van jou. Moet je in Jordi zijn hand dan doen, schatje? Zullen we eens kijken welke voorkeurmiddelen hij allemaal tegenkomt op zijn rijden? Hier. Ik zie iets rijden. Moet je in Jordi zijn hand geven? Dan zeg je. Vast allemaal kennen. Alsjeblieft, Jordi. Dan doe je dat. Ja. Ja. Super lief van jou dat jij hem zo doet helpen, hè? Doe me in zijn hand stoppen. Doe maar in zijn hand. Ja, dat is Jordi's teen, hè? Ik zie nog een vervoersmiddel met wielen. Die. Dat een stukje groter is. Jordi, hij bedoelt het lief. Goed zo. Oh, dat is lief van jou. Ja, de bus. Is het op? De bus is een stuk groter dan de auto. Hij heeft zelf alle zakjes op. Maar ik kwam aangeven dat hij eigenlijk nog wel zin had in koekjes.
En toen is hij hier bij Jordi gaan zitten. Om het aan Jordi te geven. Hoe lief. Nou, ik heb even nieuwe koekjes gegeven. Tja, hè. Hij wilde gelijk zijn koekjes aan Jordi weer geven. Dus ik heb even gezegd, nee, jij gaat lekker op de bank zitten en je koekjes eten. Dus ik heb Jordi net ook nog koekjes gegeven. Maar ik word daar echt emotioneel van. Gewoon puur en alleen om het feit dat hij dat uit zichzelf doet. Ik vraag niks. Kijk, als hij iets wil doen, dan stuur ik hem wel daarin van, je kan het beter zo en zo doen. Zodat hij het ook gewoon gelijk, zeg maar, voor zichzelf goed doet. Dat hij niet gefrustreerd daarover wordt als Jordi hem niet de erkenning geeft die hij wenst, zeg maar. En het feit dat hij dat dan in zijn hand stopt, pakt Jordi het vast. Dat geeft voor hem de erkenning dat Jordi dat prettig vindt en dat hij het prima vindt. Dus dat is goed. Maar dat is dus de reden waarom dat ik dan zeg van, hè, beter in de hand stoppen. Helemaal goed zo. Goed gedaan. Ik stuur het zelf namelijk helemaal niet aan. Hij doet het echt uit zichzelf. Hij kreeg die pak koekjes. Ik heb hem losgemaakt. Hij is bij Jordi gaan zitten en is alle koekjes bij aan Jordi gaan geven. Dus zo schattig. Liam heeft nog niet geslapen. Jordi heeft nog niet geslapen. Sam heeft anderhalf uur geslapen. Dus ja, Nielsie komt zo thuis. Ik heb pizza gemaakt. Gewoon een simpele pizza met kant-en-klaar bodem. Tomatensaus, champignons, prei, paprika en spekjes, uitgebakken spekjes. Dus dat is wat we eten. Ja, natuurlijk kaas eroverheen. Dus dat is wat we eten. En ik denk dat de kinderen hier vandaag op tijd in bed liggen. En toen was ik vergeten de vlog af te sluiten. Bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.